Bombing in Boston. Bombing in Boston. Bombing in Boston. Bombing in Boston. Extra, extra, lees dit verhaal. Vest van de best, heat van de naal. Wereldwijd trending, wat een tragedie. Retweet als je meeleeft, zodat iedereen ziet. Facebook deel iets, schrijf nog een bericht. Kijk naar deze pic, like hoe kut het is. Een lijk zonder benen, lelijk. Like het. Waarschijnlijk weer een terrorist, zeg maar wat is je mening? Wie wil een discussie treden? Jacko Wick in 3x140 tekens mijn punt verdedigen. Oh my god, dan ben jij een tweet. Citaat uit de Bijbel, met een zielige smiley erbij. Voor een dramatisch effect zonder twijfel. Een criticast, een retweet dat en zeg wat de eikel. Hij zegt, elke dag gaan de mensen dood. En ach, dat denk ik ook. Hashtag bommen in Boston. Yeah. En ondertussen heeft die met die beat, terwijl die met die beat. Dan spreekt Jay-Z over Chief Keef. Ik heb zin in een nieuwe complottheorie. Retweet, stik met de mat in zijn nek, is net Joseph Kietrich. En hier is alles fijn, fijn, zit je allen fijn, 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 sponsor time man, kan niet anders zijn. Misschien is het mijn experiment, en laat ik zo zien hoe beïnvloedbaar je bent. Koningen online, sukkel voor een tweetje. Anne Frank krijgt shine dankzij Justin Bieber. En bij elke bom in het westen, haast men om te zeggen. Het is ook elders om een les om mensen, in het land van één oor zijn we doven toch. Met een verstandig woord voor alle coaches vol. Domme shit, lekker ongecompliceerd. Met z'n allen op die tip. Hashtag nog een keer. Bommen in Boston.